Laat los. Laat gehechtheid los aan personen, situaties, uitkomsten en agenda's. En dat doen we samen met aartsengel Michaël en de godin Kuan Yin. Hallo en welkom, stralende ziel. Welkom bij de reis terug naar jezelf. Mijn naam is Inge van Stralen en ik ben Galactisch Priestress. Ik help je weer verbinding te maken met galactische wijsheid en die toe te passen in je leven. Te gaan leven, gaan belichamen. Zodat we samen hemel op aarde kunnen terugbrengen. En dat doe ik door middel van 1-op-1 sessies, workshops, video's met meditaties en online programma's. Zoals binnenkort Stralen op Aarde. De deuren voor Stralen op Aarde gaan binnenkort open en dan gaan we van start. En ik heb er zoveel zin in en er blijven dingen bij komen die er ook nog bij komen. Van die we gaan doen, gaan beleven. En die ik speciaal voor jou aan wil bieden. Maar goed, dat komt binnenkort allemaal helemaal online. Goed. Officiële gedeelte voorbij. Laten we naar het loslaten gaan. Loslaten is voor mij ook een groot thema. Soms lijkt het wel alsof ik maar blijf loslaten. En dezelfde soort situaties blijf loslaten. Dus dan heb ik het niet zozeer over bepaalde personen. Alhoewel dat ook wel eens kan voorkomen. Maar bepaalde situaties of wel personen, maar hetzelfde soort persoon die steeds maar blijft terugkomen. En loslaten... Dat lukt. Ja, dat lukt dan wel, maar op de een of andere manier blijft het terugkomen. En dat kan zijn dat er nog een haak is. In het Engels klinkt het zo mooi, een attachment haak. Dus een soort gehechtheid aan een persoon, een personificatie, een soort type persoonlijkheid. Aan een situatie, aan een groep, aan een bepaalde agenda die hier op aarde heerst, wat het ook is. Er kan dus een koord, een haak zijn die ons in die situatie steeds maar houdt en waardoor het steeds weer terugkomt op ons pad. En natuurlijk, vaak heb je dan zoiets, oké, dit is weer een andere variant op de situatie of weer op een dieper level, dieper niveau dat ik iets los kan laten. En ja, dat is waar, maar er zit dus ook, of kan dus ook vaak zo'n haak achter zitten. En die haak gaat niet zozeer naar die ene persoon, of naar die situatie, maar het zit vaak dan in het astrale gebied. Dus dat er met een in dat astrale gebied een soort van gedachtevorm is ontstaan waar we aan vastzitten. Daar gaan we ons van bevrijden. Gedachtevormen. Ja, laten we daar ook nog even over hebben. Gedachtenvormen of astrale parasieten noemen we dat ook wel binnen Pleiadisch lichtwerk. Het zijn dus situaties, een soort energetisch spoor, een energetische afdruk die is achtergelaten. En het zit in het astrale niveau, dus het heeft daar een soort Het is daar een soort eigen leven gaan leiden.
gevoed door alle gedachten die wij daar naartoe hebben gestuurd, of een ander, een soort energie waar we mee hebben lopen voeden. Daar krijg je dus ook vaak zo'n situatie dat doordat je het maar aandacht blijft geven, dat je er maar aan blijft denken, dat je dus dat astrale, ja, die astrale entiteit, parasiet, blijft voeden en groter en groter maakt. Waardoor je dus die haak blijft houden. Dat gaan we verwijderen samen met aartsengel Michael en de godin van Kuan Yin. Aartsengel Michael heeft zijn zwaard van waarheid, waar hij mij en jou altijd mee kan helpen. Het zwaard van waarheid kan dus het koord waarmee je daar aan die parasiet of entiteit vastzit, kan die doorsnijden. Dus daarmee ook de gehechtheid weghalen. En dan is het tijd om die haak bij ons en bij de andere partij weg te halen. En het vervolgens ook helemaal los te laten in liefde. En dat gebeurt samen met Kuan Yin. Hele mooie, liefdevolle energie. En zij brengt haar kruiken mee. De prachtige kruiken gevuld met roze, gouden energie van onvoorwaardelijke liefde. En dus die gehechtheid kunnen we op die manier ook beter loslaten, omdat we er onvoorwaardelijke liefde voor in de plaats krijgen. We houden ons vaak vast aan een bepaalde situatie, aan een bepaalde persoon, omdat we bang zijn voor de leegte die het anders achter kan laten. En die leegte is eigenlijk een gebrek aan liefde. Daar komt het uit voort. Dat gevoel van, oh jee, hè? Het gebrek aan liefde, gebrek aan onvoorwaardelijke liefde. En daar helpt Kuan Yin ons bij. Goed, dat gaan we doen. Maak jezelf comfortabel. Ga lekker liggen, ga zitten. Zoals gewoonlijk zijn we ongeveer een kwartiertje bezig. En als je toch bezig bent met alles te verschuiven, te verzitten, vergeet dan niet je te abonneren op dit kanaal en deze video een like te geven. En te delen met anderen misschien wel. Dus hoe meer likes en abonnees ik heb, hoe meer mensen hiermee in aanraking komen en ook dus bevrijd kunnen worden. Dus je helpt me ermee. Goed, ik heb mijn slokken thee gehad. Jij bent comfortabel. En dan gaan we beginnen. Zoals altijd, eerst met een paar keer diep in en diep uit ademen. Adem in. En adem uit. En nog een keertje adem diep in je lichaam. En uit. En nog één keer adem. En laat los. Grond jezelf. Op de manier die jij kent. Laat je grondingskoord zakken de aarde in. Groei of laat wortels ontstaan. En als je nog geen methode hebt, techniek hebt, dan adem je naar je voetzolen en naar het puntje van je stuitje. En vanuit daar laat je gouden wortels diep
diep de aarde instromen, ingroeien. En welke methode je ook gebruikt, via je gronding, wortels, grondingskoord of iets anders, adem je aarde-energie in. Je vult je hele lichaam met aarde-energie. Vanuit je grondingskoord, vanuit je wortels. Ik roep de Pleiadische afgezanten van het licht aan en ik vraag hen bij ons te komen. En al onze individuele ruimtes te vullen met hun licht, liefde, energie en bescherming. Ik vraag om al onze individuele ruimtes met elkaar te verbinden, zodat we ons met z'n allen in één grote energetische cirkel bevinden. Aartsengel Michael van licht en liefde. Ik vraag om onze energetische cirkel te verzegelen met het zwaard van waarheid. En tegelijkertijd ook deze energetische ruimte te vullen. Met je licht, liefde. Kracht. En onderscheidingsvermogen. Het zwaard van waarheid helpt ons ook met het maken van onderscheid. Weten welke verbindingen goed zijn om aan te houden en welke beter losgelaten kunnen worden. Ik roep de Hoge Raad van Licht en Liefde van de Dolfijnsterrentempel aan en ik vraag hen onze energetische ruimte te transformeren in een heilige Dolfijnsterrentempel. De kristallijne pilaren hieromheen te plaatsen, verbinding te maken met het kristallijne aarderooster. Pleiadische, Syrische en Andromedaanse afgezanten van Licht en Liefde. Ik vraag om de volgende lichtkegels boven en beneden onze aura's in deze tempelruimte te plaatsen. De interdimensionale, de evolutionaire, de intergalactische en de aardelichtkegels. Welkom, hoger zelf. Vraag aan ons hoger zelf om contact te maken met ons hart, ons hoger hart, in het midden van ons borstkas. En liefde te stromen naar ons hoger hart, ons zoncentrum. En laat je van binnenuit opwarmen. Opwarmen met de liefde. Vanuit jouw zoncentrum. Vanuit het centrum. Zielencentrum in je hoger hartcentrum. Een stralende zon die daar schijnt. Opgewarmd. Extra. Met de liefde van jouw hoger zelf voor jou. Deze warmte van de liefde laat je je hele lichaam instromen.
Ik roep de godin Kuan Yin van licht en liefde aan. En ik vraag haar onze energetische tempelruimte te vullen met haar aanwezigheid, haar frequentie van licht en liefde. Voel hoe je helemaal opgenomen wordt in deze frequentie. Ik zet de intentie neer dat wij deze meditatie zullen gebruiken voor onze persoonlijke groei. En zo ethisch mogelijk hiermee om zullen gaan. En de vrije wil en de harmonische co-creatie van het goddelijk plan zullen eerbiedigen. Het zij zo, het zij zo, het zij zo. Voel in jezelf, in je lichaam, in je auraveld of een ander energetisch veld, waar je een gehechtheid hebt zitten, een attachment. Die haak. Die jou verbindt naar een bepaalde situatie, persoon, de agenda van een groep. Voel het, weet het. Ik vraag ook om ons allemaal individueel in een attachment clearing lichtkamer te plaatsen. Een attachment clearing lichtkamer te plaatsen. En deze lichtkamer helpt om het los te laten in harmonie en om ook die attachments, die gehechtheden die jij hebt, zichtbaar te maken, voelbaar, naar de oppervlak te brengen. Voel de haak. Voel het in je lichaam, in je energieveld. En laat de energie tot je spreken. Laat de energie vertellen, aan jou laten zien waar het over gaat. Is het met een bepaalde persoon, situatie, een groep. Ik vraag aartsengel Michael van licht en liefde om met zijn zwaard van waarheid op deze attachment, deze gehechtheid te schijnen. Op de haak en het koord wat deze haak verbindt, wat jou verbindt met de persoon, de gedachtevorm, de astrale vorm van een persoon, situatie, gebeurtenis. Aan de andere kant. Voel het. En aartsengel Michael snijdt voor jou het koord door. In
en je verwijdert de haak aan jouw kant. Je haalt het eruit met je handen, met je gedachten, met je intentie. Een Saint-Germain van licht en liefde komt bij ons en zet in ons midden een vuur van violette vlammen. En je gooit de haak die je eruit hebt gehaald bij jou, gooi je in dat vuur. Een aartsengel Michael wijst met zijn zwaard van waarheid op de haak aan de andere kant. Van het astrale wezen, van de astrale gedachtenvorm. Die de andere haak bij zich draagt. Je kijkt ernaar. Godin Kuan Yin stroomt met haar kruik over jouw hart. De roze gouden vloeistof van onvoorwaardelijke liefde. En die vloeistof, die liefde, stroom je vanuit jouw hart naar de andere kant van de haak. De haak in die gedachtenvorm, die astrale gedachtenvorm. En met die onvoorwaardelijke liefde, via jouw hart, maak je het los. Maak je die haak in die gedachtenvorm los. En je gooit de haak ook in dat grote vuur van violette vlammen. En de liefde van jou blijft stromen. En heelt het gat dat is ontstaan. En dan verklaar je voor jezelf: ik laat dit los. Door alle tijden, ruimtes en dimensies heen. Vanuit mijn vrije wil laat ik deze situatie of deze persoon vrij. Het zij zo, het zij zo, het zij zo. Je kijkt naar de plek waar jij jouw haak, of de haak aan jouw kant, hebt losgemaakt. Vanuit jouw hart, met nog steeds Kuan Yin die daar de energie overheen blijft stromen, stuur je ook een liefdestraal naar die plek waar de haak bij jou zat. Die liefde vult het helemaal op.
En voel nu in jouw lichaam of er nog een emotionele reactie is op de situatie, de persoon, de groep. Denk nu weer aan wat je hebt losgelaten. Voel in je lichaam of er nog een emotionele reactie is. En adem daar naartoe. Geef het adem, geef het ruimte. Niet om meteen los te laten, maar om het te laten zijn. Zodat het kan groeien. En je zegt tegen dat gevoel, tegen die emoties, dankjewel. Ik voel je. Ik weet dat je er bent. Vertel me wat je me wil vertellen. Voel het, geef het ruimte, druk het niet weg, hoe oncomfortabel het ook kan voelen. En dan spoelt de godin Kuan Yin vanuit haar kruiken de roze gouden vloeistof over die plek in jouw lichaam. En het spoelt het weg. Uit je lichaam. Laat het los via je grondingskoord, via je wortels. Laat het los. Laat het wegspoelen. Op die roze gouden vloeistof. Adem nog een keer diep in. En uit. Terwijl deze roze gouden vloeistof je hele lichaam nu opvult. En adem nog een keer diep in en diep uit. En dan bedank ik alle prachtige energetische lichtwezens die ons hebben bijgestaan. Pleiadische afgezanten van het licht, ons hoger zelf natuurlijk. Aartsengel Michael van licht en liefde. Kuan Yin van licht en liefde. Saint Germain van licht en liefde. De Hoge Raad van Licht en Liefde van de Dolfijn Sterrentempel. Dank jullie wel allemaal. En ik vraag om al onze energetische structuren, of al deze energetische structuren die ze hebben geplaatst, weer te verwijderen. Zodat we ons allemaal weer in onze eigen energetische ruimte bevinden. Dank jullie wel. En adem nog een keer diep in. En diep uit. Wauw. Dat was mooi. Laat me weten hoe je het hebt ervaren en of je vragen hebt natuurlijk. Deze meditatie, deze oefening eigenlijk, is heel goed om vaker te doen als je weer voelt dat je ergens in terecht komt. Je kunt het zo vaak als
voor jou noodzakelijk is doen. Dus ik zou zeggen, voeg dit toe aan je playlist, zodat je hier elke keer weer op terug kunt grijpen. Stralende ziel, laat me weten wat je ervan vond. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en deze video een like te geven. En ik zie je volgende keer weer. Dag, stralende ziel.